Heeft u enig idee hoeveel deze vier kunstwerken waard zijn? Het zijn drie panelen met beschilderd papier-mâché van Jan Schoonhoven en een olieverfpaneel van Thomas Ralitsch. Die hingen tot vrijdagochtend aan de muur van Museum van Bommel van Dam in Venlo. En die vier hebben samen een verzekerde waarde van ruim 1,1 miljoen euro. Alleen die vier stukken werden afgelopen vrijdag rond 4:50 ochtends door inbrekers gestolen. Het museum ligt bij het Juliana Park in Venlo. Waarschijnlijk zijn inbrekers met hun buit vanaf het museum de burgemeester van Rijnsingel overgestoken. En toen in een auto gestapt die klaar stond in het voorste deel van de Stalbergweg. En wegreed richting de Hertog Reinoudsingel. En juist van die auto is door een getuige meer gezien. Dat was een kleine grijze of zilveren auto. Waarschijnlijk een Volkswagen met een Nederlands kenteken dat begint met 08. De politie in Venlo heeft een urgente oproep rond deze kunstroof. Wie weet er meer over deze kleine grijze auto? Wie daarin rondrijdt bijvoorbeeld? Of wie heeft hem afgelopen vrijdagochtend 22 maart daar in de buurt gezien? Neem daarnaast ook contact op als u iets bij het museum heeft gezien dat wellicht met de inbraak te maken heeft. Die was dus iets voor 5 uur 's ochtends. En uiteraard is informatie over de gestolen schilderijen zeer welkom. Tips over deze kunstroof kunnen naar de tiplijn of naar de criminele inlichtingeenheid.